Oké, alles is klaar voor de uitzending op de site van Umix. En jullie gaan als eerste het podium op, oké? Okay? Maar eerst komt iedereen nog bij elkaar, zodat ik alle ins en outs van de show kan uitleggen natuurlijk. Nee. Wij willen niet als eerste. Maria, het is juist goed om als eerste Ja, maar het is niet eerlijk voor de anderen. Het zou eigenlijk op alfabetische volgorde moeten zijn. En mijn achternaam begint met de Z. Dus ja, sorry, ik moet gaan. Nadia! Kom eens hier, jij. Jouw achternaam begint helemaal niet met de Z, hè? Maar ik heb een dubbele naam. Niemand weet dat, maar die begint met de Z. Het is... Zoza! Oeh? Luister, Nadia Zoza. Het spijt me zeer, maar de volgorde ligt al vast. De groeten! Nee, maar Rotti, ik kan niet. Laat klaarstaan, jongens. Je hebt hem gehoord. Wij moeten beginnen. Nee, maar ik kan niet. Doe iets. Doe dan iets. Jij moet iets doen voor mij. Het is heel belangrijk. Ik voor jou? Ja, ik hoorde Lucinda vreselijke dingen over zichzelf zeggen. Ik wil niet dat ze zich rot voelt. Daarom wil ik haar een cadeau geven, om haar wat op te vrolijken. Oh, wat lief zeg. Wat moet ik doen? Ze zou nooit een cadeau van mij aannemen. Als ik het jou geef, zou je het dan tussen haar spullen willen verstoppen? Tuurlijk. Perfect. Wees voorzichtig, want het is heel breekbaar. Wat is het? Pas op. Het is een ster van kristal. Een ster van kristal? Ja. Wauw. Wacht. Echt van kristal? Oké. Ja. Federico, Nadia, zijn jullie klaar? Ja. Nee. Laten we het nog een keer oefenen. Nog 1, 2, 3, 4, 100 keer. Doe maar, leuk idee. En zo kunnen we doorgaan. Nee, gaan we niet doen. Beginnen. We hoeven helemaal niet meer te oefenen. Je moet vertrouwen hebben in jezelf en in ons. Kom dan maar.